Goed, wat hebben we net gedaan? We hebben net Olaf zijn laatste rustplaats gegeven daar. En wat ga jij nu doen? Nou, ik ga weer naar beneden. Dan kiet je zijn hoorn af. Dus vorige keer ging ik naar boven met jou, Olaf. En nu ga ik dus alleen naar beneden. Oké. En jullie gaan naar mij kijken. Ja, Ik moet het succes. weer alleen doen. Ja, want alle anderen die zeggen van wij blijven hier op 3000 meter en we gaan gewoon rustig naar beneden. Ga je gang, Jan. En daar staat ook verboden, gesperd, niet doen. At your own risk, but don't do it. Kijk, hier gaat Jan dus zometeen naar beneden. Kijk, er zijn ook sommige mensen die lopen gewoon omhoog. Echt, dat vind ik echt geweldig. Wij zijn er klaar voor om hem te filmen. Ja, maar dit gaat goed, Jan. Wauw, oké. Tot nu toe gaat het goed. Er was niemand van de hele groep. Ik had alle ski's naar boven genomen gisteren. En ik wou het zeker gaan doen. Maar eigenlijk, dit ziet er allemaal nog wel prima uit. Maar nu gaat hij hier onderdoor. Zo, dan gaat hij naar beneden. Ja, de eerste. Shit. De eerste, ja. En dat wordt weer lekker naar boven klimmen. En op 3000 meter is dat echt heel vermoeiend. Dus, toppie Jan, alles goed? Niks gebroken. Dan ga ik toch maar even op mijn skis stappen en om achterna gaan om even zijn skis aan te leveren. Ja, doe maar. Doe het toch maar niet. Ja. Geen les. Ja, en die paar meter omhoog, dat is echt heel vermoeiend. En er is niemand hier wel. Moet je kijken, echt gewoon alle mensen. Ja, totaal onverantwoordelijk weer. Ja. Nou, dit wordt een hele lange slow motion film. Die ga ik versneld afspelen. Als we straks verder gaan. Dit is echt, dit is hel. Als je hier gewoon 3000 meter zo omhoog moet klimmen, dat is echt waardeloos. Kan je die foto's downloaden? Ik voel zo'n zweten. En dan moet je lekker op zo'n helling moet je ook weer je skis in doen. Dat is echt ook weer een geweldige actie. Ja. Dit gaat dan even goed komen. Ja, en waar is hij nou? Bovenop. Ja! Hij heeft ze weer hoor. En nu gaan we dus weer naar 2 en dan gaan we dan helemaal daaronder. Gevallen. Het is gewoon 30 meter van de ski voorbij gevallen en heeft nu zijn ski gehaald. Kijk, ik zei tegen Mark. Hij heeft gewoon de techniek om dit gewoon te doen. Ga dan gewoon met hem mee, met z'n tweeën is het veel beter, Mark. Ja, dit zijn toch die dingen, dus, ik heb het eerder weten. Ja? Dit is je niet pijn. Pijn, oké. Nou, daarom vindt Jan dat Mark dacht van, dit is geen goed idee. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar daarom is Jan nu wel een beetje alleen daar. Even kijken of hij dan, dan rechtop kan staan en dan verder, iets verder kan doen. Hij moet nu tegen de helling in zitten. Hè? Hij moet tegen de helling in gaan zitten en dan ja. Zitten. Jan die regelt gewoon zijn eigen vrijgezellenfeest. En ik zou eigenlijk de andere kant op starten. Daar schiet hij al heel snel tegen het zwarte aan. Schiet zonder rijden. Ja, er staan een hele hoop mensen staan hier op de schippen staan hier aan de wal. Ja. Die weten precies hoe het moet. Nou. Oké, dus so far so good. En nu moet je vooral gaan draaien. Het is echt zo kut als je daar staat. Ja, de eerste. Ik dacht dat deze afdaling makkelijker zou zijn, want gisteren was het niet zo makkelijk. Dus deze is makkelijker. Nee, ik weet het niet. By the way. Ja, Keon!
Even nog even een perspectiefje. Waar die dan zit. Ah, dus dat kan je wel. Een bergje. Nou. Ja, heb je mee? Nou, ik ga nog even zien of hij dit redt. Ja, dat is een blauwe. Nou, wat voor. Jezus, moet je zien. Wat een struggle. Nou. We zien hem dus niet. Hij is verdwenen. Jezus, Mina, moet je kijken, man. Dat is echt gewoon niet leuk. Nee, maar hierna wordt het leuker, toch? Ja, als je eenmaal naar beneden bent. Dan. Als je eenmaal naar beneden bent, dan gaat het makkelijker. Ja, maar, wij nemen gewoon dit hoe heet dat ding ook weer? Zo'n. Ja. Oké, hij is... Daar, ja, we zien hem. We zien hem. Nou, hij is in ieder geval die rotsen heeft hij gedaan. Dat was niet makkelijk. Dat was echt één grote struggle. Die zag ik van deze afstand. En tot nu toe ziet het er nog niet zo geweldig makkelijk uit. En als Jan zo aan het struggelen is, dan is dat gewoon, ja, gaat hij weer. Ja, hij is zijn ski toch niet kwijt, hij staat weer recht op. Hij heeft hier heel goed. Weer even perspectief. Ja. Nou, hij heeft het gered. Ik kan dit een beetje skiën. Ja, hij gaat wel trouwen in jullie, dus dan moet ik een beetje in peace blijven. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, ik denk dat wij nu maar even ook gaan. We pakken onze skis. We gaan Jan hier onderaan deze skilift ontmoeten. Heb je er zin in, Guido? Ja, ik hoop dat we Jan weer heel hard terugzien, want hij is een dappere poging. Ja, ik vond het dappere poging, maar hij is nu helemaal in veilig. Ja, ik vraag me af of hij ook plezier heeft beleefd of andere... Ja, dit was inderdaad hier. Het is echt afzien. Wij zitten hier op 3000 meter en wij gaan nu ook gewoon naar beneden hier. Dan gaan we dat dingetje eerst naar beneden daar en dan gaan we daar een beetje slappe hap heilig af.